Daar komt Ed Cohn uit Chicago. Zijn tweede poging. Hij is 32 jaar. Hij weegt 99,18 kilo. En hij pakt 410 kilo. Pardon, dokter. 410 kilo. Dat betekent, als hij zo doorgaat, dat hij wel eens op een totaalgewicht van 1000 kilo uit kan komen over drie onderdelen. Ed Cohn. 410 kilo. Dus een tweede poging. Deze powerlifters beginnen meestal onder hun beste prestaties, maar gaan dan met grotere sprongen omhoog dan de gewichtheffers. Die u ook al regelmatig op Eurosport hebt gezien natuurlijk, net zoals de worstelaars. Krachtsport is trouwens een prachtige sport. Het zijn geen domme krachten wat iedereen altijd denkt. Hier komt mechanica bij te pas. Niet te lang wachten, Ed. Komt hij naar beneden. Oh, hij blijft. Ja, hij blijft in beweging. Hij blijft niet stilstaan. 410 kilo. Is die goed? Drie keer goed. 410 kilo voor Ed Cohn. Daarmee wint hij natuurlijk de kniebuiger. Dat is duidelijk. Wat kost dit een kracht? Dat is echt iedere vezel in je spiertje is gespannen, zelfs in je gezicht. En daar het loswikkelen van de bandages. Ed Cohn dus voor Markowski en de Finn Ranta. U ziet dat die voeten, die moeten helemaal plat staan op die tableaus. En daar komt 240 kilo. Komt nu naar beneden, moet even stilstaan. En dan omhoog en het wordt helemaal goed. Nou, goed, goed, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, ja, twee goed, één fout. Maar gelukkig ben ik geen arbiter. Dit lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Gewicht hebben is al moeilijk. Even een studie, gezichtsstudie. Je zou als fotograaf daar schitterende gezichtsfoto's kunnen maken natuurlijk. Wel schrik als je die 's avonds aan de muur ziet hangen natuurlijk. Maar ja, toch is het een schitterende sport. Je ziet na twee pogingen, Cohn inderdaad 6,50 voor Soloviev, Christoffersen. Cohn dan weer. Wat pakt hij? Als hij 350 pakt en hij haalt het, dan komt hij op 1000 kilo. Luistert u naar die Amerikaanse coaches. Ja hoor, hij pakt 350. Als het lukt bij de deadlift, dan heeft hij een totaal van 1000 over drie onderdelen. Magische grens. ...350 kilo, dat zijn vijf mannen van 70 kilo. Dus doe het, ja doe het even joh. Niks aan, joh. Nou, lukt het? Lukt het? Hij krijgt hem van de grond. Hij krijgt hem van de grond. Staat hij gestrekt? Hij staat helemaal gestrekt. Dat moet goed zijn. Dat is inderdaad 350. Laten we kijken op de lampjes. Ik wil de lampjes zien. Allemaal goed. 350 kilo. Een totaal van 1000 voor Ed Cohn. Een schitterende prestatie voor deze Amerikaan. De zoveelste wereldtitel. Hij zegt, ik heb er nou genoeg van. 1000 kilo is ook mooi. Hij is al eens over de 1000 geweest trouwens hoor. Maar niet bij wereldkampioenschappen. Cohn, Markowski, Christoffersen. Inderdaad. Goed, en nog een Japanner helemaal onderaan. Miyamoto. Japan is ook een natie die eraan komt. We gaan er even uit.
I'll be back.